Ted Verdonk, slottrainer van Quick Boys. We hebben elkaar wel eens getroffen dat je gezicht vrolijker stond. Ja, maar dat is denk ik niet meer als normaal na zo'n wedstrijd. Je komt op een psychologisch belangrijk moment op een 1-0 voorsprong. In de blessuretijd van de eerste helft. En dan sleep je hem er toch niet uit. Nou, daar ben ik niet helemaal... kijk, qua uitslag sleep je me niet uit. Hè. Maar ik vind dat we in de tweede helft zijn we op dezelfde voet verder gegaan. We krijgen een fantastische aanval. Hè. Dan krijgen we de mogelijkheid om 2-0 te maken. Ja, en vervolgens komen er twee momenten even uit de vrije trap van cornerbal. En daar staan wij gewoon niet goed. En daar zijn zij misschien net even iets geslepen in. Ook al vond ik wel die tweede goal. Want zij kregen een vrije trap en die nemen ze. Die bal gaat achter. Nemen ze zelf heel snel? Ja, en dan laat hij hem overnemen. Dus dat snap ik dan niet. Hè. Maar goed, vervolgens staan wij niet goed. En dan breng je hem wel in een zetel natuurlijk op dat moment. Want in plaats dat wij die 2-0 maken, dat wij wat meer ruimte krijgen om te voetballen. Ja, kregen zij natuurlijk nu de mogelijkheid om wat meer achterover te leunen en om met snelheid eruit te komen. Nou ja, dan hebben we er vervolgens echt alles aan gedaan. Maar hij viel niet goed. Hij viel vandaag net niet de goede kant op voor ons. En wat dat betreft zeg ik, kan ik de jongens helemaal niks kwalijk nemen. Want er zat echt alles in vandaag. Ze hebben gesleurd, ze hebben keihard gewerkt, geen ene uitgezonderd. Maar hij staat met lege handen, dat is gewoon de realiteit. Ja, nee, maar natuurlijk in zo'n wedstrijd mag je het niet verwachten. Maar dat is wel iets waarvan je dan zegt van jongens, kijk, zoals vandaag, dan moet het altijd. En dat is natuurlijk altijd makkelijker gezegd als trainer, als gedaan voor de spelers. Maar dit is wel wat het publiek hier graag wil zien. En dan zie je wel dat we denk ik op de goede weg zijn. Alleen ik denk dat Katwijk in deze wedstrijd misschien op die momenten dat erom gaat net iets volwassener, iets geslepener was. Het heeft ook consequenties voor de stand op de ranglijst. Je had het terug kunnen, het was 6, je had het naar 3 terug kunnen brengen. Bij een 3'tje, bij een gelijk spelletje had het 6 gebleven. Nu is 9, is dat onoverkomelijk? Het is nog vroeg in het seizoen, zeg ik er gelijk bij. Nee, dat is ook zo. Tuurlijk is dat onoverkomelijk. Die afstand is natuurlijk wel heel erg groot. Maar we gaan nu niet bij de pakken neerzitten. Want dat is mijn stijl niet en dat hoort niet bij de club. Dus wat dat betreft is het seizoen nog lang. Alleen dit is wel even een dreun. Want jij ziet Katwijk ook niet heel vaak punten verspelen, denk ik. Als je kijkt naar de selectie, de bank bepaalt vaak hoe sterk je bent. Ja, kijk, en daar had je natuurlijk vandaag ook, dat het niet mee zat, blessure van Jordi. Wat we even moeten afwachten, maar wat er niet goed uitziet. En dan moet ik wel zeggen, Jeroen die erin komt, die heeft dat ook fantastisch gedaan. Dus wat dat betreft, maar... En dan kan je zeggen, ja, de bank. Kijk, op het moment dat je dan achterkomt, dan kan je misschien Jeroen naast Jordi zetten. Ja, die mogelijkheid die hadden we vandaag niet. Ja, en dat zij zo. Maar nogmaals, ik vind wel, we moeten op deze weg moeten we doorgaan. En ik vond vandaag dat zeker een gelijkspel. Dat vond ik minimaal verdiend. Alleen, net wat je zelf zegt, dat telt niet.